Goedemiddag allemaal. Wij zijn Guus en Sarah en wij werken als therapeuten in het psychiatrische ziekenhuis Sint-Jan in Eeklo. En samen met het psychiatrisch verzorgingstehuis, het mobiel team en beschut wonen, vormen wij de groep Philippus Neri GGZ Meetjesland. En het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan is een middelgroot psychiatrisch ziekenhuis met een gespecialiseerd zorgaanbod voor volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid of problematiek. En in functie van een breed welzijns- en zorgaanbod in de regio zijn er samenwerkingsverbanden met verschillende netwerken zoals het PACT, artikel 107, Eerste Lijn Zorg Meetjesland, Forensisch Netwerk van het Hof van Beroep te Gent enzovoort. Dus dat was een kleine voorstelling van waar we Radio Corona opgestart hebben. Radio Corona is dus hier gegroeid tijdens de, tijdens de eerste lockdown, in de loop van de eerste lockdown. Omdat, zoals we bij de vorige voorstelling ook al gezien hebben, hier ook toch wel de boel wat op slot ging. En dat toch wel, net zoals iedereen, we erg schrokken van wat er gaande was. Maar dan toch, naarmate dat die lockdown vorderde, ook wel zagen wat de impact van die coronamaatregelen waren. We merkten in verschillende afdelingen dat er een beetje een verschuiving was binnen ons, binnen de behandelingstrajecten, de begeleidingstrajecten die bezig waren met de patiëntengroep. We konden op een bepaald moment minder in gesprek gaan met patiënten over wat de precieze psychische klacht was, maar de klachten gingen meer over het omgaan met de maatregelen, de fysieke afstand proberen behouden. Toch een hele grote impact op de afdelingen zelf ook. Hè. We mochten niet meer met elkaar, we mochten geen afdelingsoverschrijdende activiteiten konden niet meer doorgaan. We moesten op allerlei manieren anders omgaan met elkaar, zowel in fysiek contact als in sociaal contact. En dat had toch wel een grote impact op de patiëntengroep zelf. Ook merkten we in het begin van de eerste lockdown, we gingen het ziekenhuis ook een beetje op slot, waarbij dat er geen weekenduitgang kon zijn, omdat er bezoekregeling sterk aangepast werd. Gelukkig in de mate dat de maatregelen vorderden, werd dat wel aangepast. Maar ging dan bijvoorbeeld die bezoekregeling was dan achter glas voor veel mensen. Ook een maatregel die wij hier toch in het ziekenhuis niet kenden en die wel een grote impact had op de behandeling, op de manier waarop een patiënt die hier toch normaal gezien met een focus op zijn eigen behandeling zit, plots met een focus op andere problemen geraakt, andere zaken geraakt. Waardoor daar veel patiënten ook in de keuze kwamen van, kijk, kies ik hier nog voor een verdere behandeling in het ziekenhuis of kies ik voor mijn vrijheid? De vrijheid is na aanhalingstekens, want dat was aan de vrijheid hier buiten, terwijl dat de buitenwereld ook in lockdown is. En dat gaf toch een hele, een beetje een dubieuze keuze voor veel patiënten en voor ons zelf als begeleideren dan ook een soort ander contact, een soort ander gesprek dan de therapeutische band die we zo gewoon zijn. En niet alleen voor de patiënten was de impact van de coronamaatregelen groot, maar ook voor het personeel was dat zo. Eerst en vooral was er een verschuiving binnen de jobinhoud. De beveiligingsfunctie, die altijd wel al deel heeft uitgemaakt van onze rol als hulpverlener, kwam nu het accent vooral op te liggen. Corona kwam dan nog een keer bovenop de vraag van de patiënt. Het was een en-en-verhaal dat niet los van elkaar kon gezien worden. En tijdens die eerste golf was het heel erg zoeken naar een plaats voor de maatregelen voor personeel en patiënten en hoe dat we daar binnen als therapeuten nog aan de slag konden. En hoe dat begeleiding daarin kon plaatsvinden. Het personeel kreeg ook andere functietaken en andere werktijden. Zo kon het zijn dat therapeuten ook in het weekend werden ingeschakeld. En ondersteunen zij ook taken die niet gekend waren. Verpleegkundigen die moesten leren pre-cohorteren en cohorteren met verschillen bij quarantaine en bij isolatie. Zij moesten plots gaan vaccineren en zowel patiënten als personeelsleden gaan testen. Positief, ja. En flexibiliteit en solidariteit werden sterk aangesproken en dat zorgde voor positieve, maar ook voor negatieve stress, maar met grote veerkracht. En dan waren er ook nog praktische uitdagingen. Zo leerden we patiënten en een omgeving videobellen. Omdat het niet evident was, omdat heel veel... Heel morgen, maar...
Ja. Andere mensen zijn en zij dat helemaal ook niet kunnen. Ja. De boodschappen moesten... we moesten voor zorgen dat mensen... Dat toebedeeld kregen. De school was het. Ofwel zelf voor zorgen, ofwel... hoe dit met de familie heel wat praktische uitdagingen. We gaan de volgende slide gaan. Greet, ik denk dat jou... Ja, dat jij nog moet vinden. Ja. Oké. Okay. En dan, daarnaast ook nog de mondmaskers en de beschermingskledij, waarmee dat we geconfronteerd waren, die we plots moesten dragen, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet gewoon waren. En dan zorgde het ook voor afstand en nabijheid, voor meer afstand tussen ons en de patiënt. Mensen verstonden ons niet altijd goed, of wij moesten vragen van een vraag nog een keer te herhalen, terwijl dat soms heel moeilijk is voor mensen om te durven of te kunnen spreken. En dan werd er ook verwacht dat patiënten de mondmaskers 24/24 droegen, terwijl wij als personeel na 8 uur de mondmaskers wel konden uitdoen. Goed, dus de radio corona wil ondertussen verder groeien. Die maatregelen hebben allemaal een groot impact. We lopen hier met een aantal mensen daarover na te denken. En we merken toch dat er ook een groot deel hier buiten het ziekenhuis wel te zien was. En dat is het gevoel van solidariteit. We spreken ook over de eerste lockdown, de ploeg van 11 miljoen. We gaan er allemaal samen voor. Er is een applaus voor de zorg om 8 uur. Maar we merken eigenlijk, hier binnen het ziekenhuis bleef het redelijk stil. In de leefgroepen in het ziekenhuis bleef het redelijk stil. De mensen waren een beetje een connectie met elkaar kwijt. En we zijn een ziekenhuis dat normaal wel heeft. Hè. Mensen lopen rond, mensen ontmoeten elkaar. Maar die stille, grijze momenten waren vaak aanwezig. Dus we merken dan ook, Sarah en ik dan, dat er toch wel nood is aan zo'n solidariteitsmoment. En we kregen ook direct gehoor bij de verschillende verantwoordelijken en bij de directie om zo'n solidariteitsmoment te organiseren. Om toch terug te zoeken, hoe kunnen we elkaar terug verbinden. En dan zijn wij Radio Corona van start gegaan. We hebben van de technische dienst een steekkar gekregen. Die zijn normaal gebruikt om van alles te verhuizen. Maar dan mochten we nu de installatie van het ziekenhuis opzetten. Boxen erop, een mengtafel erop, een micro erbij. En dan hadden we een mailtje gestuurd naar alle afdelingen van kijk, wij komen graag op donderdagmiddag een kwartiertje bij jullie afdeling langs. En als jullie 3 liedjes doorsturen, 3 verzoekjes, dan komen die bij jullie brengen. En zoals je op de foto ziet, bracht dat dan, ja, verschillende tuinfeestjes, bracht er wel wat dingen op gang. En konden we zo elke week proberen een kwartiertje de maatregelen of de dingen soms een klein beetje te vergeten en een klein beetje richting verbinding te gaan. We kwamen voorbij onze 7 afdelingen en onderweg stopten ook mensen om samen met ons mee te dansen, om een gezellig momentje te beleven, om ons aan te spreken. En ook de directie en de administratieve diensten die kwamen graag een keer naar buiten om eventjes een gedachte te verzetten en even een luchtje te komen scheppen en om een liedje aan te vragen. En eigenlijk zorgden wij op die manier wekelijks voor mini-tuinfeestjes op elk van die afdelingen. En het leuke was ook dat we rondliepen met die kar, dat we nogal wat decibels produceren en dat we van ver hoorbaar waren. En mensen ons ook al zaten op te wachten op het moment dat we aankwamen. We zorgden er ook altijd voor dat we heel kleurrijk waren, dat we verkleed waren, zodanig dat we in die grijze, donkere periode toch een beetje kleur probeerden te brengen op de verschillende afdelingen. En dikwijls hebben we ook, we hebben daar veel inspanning voor geleverd, maar we hebben daar heel veel van teruggekregen van iedereen die we op die momenten ontmoet hebben. Mensen maken ook spandoeken, ze zaten echt klaar, zaten te wachten. Waren super dankbaar en we hebben echt wel veel kippenvel momentjes gekregen ook op die momenten. Ook iets dat we doorheen de verschillende golven, want de Radio Corona is toch al een paar keer teruggekomen en was ook elke keer elke donderdag wekelijks, dus dat was een wekelijks feit, dat kwartiertje, merkten we ook wel dat met de golven, ook de golf van onze deelnemers, van de kwantiteit en dingen, soms wel wat op en neer ging. En we dachten op een bepaald moment van ja, oké, hoe gaan we daarmee omgaan? En we hebben toch gekozen van we gaan blijven doorgaan, want we gaan blijven gewoon een kwalitatief moment
wekelijks aanbieden. En we hebben dan ook gemerkt dat dat wel zijn vruchten afloopt. Dat we dan bijvoorbeeld soms, komt zijn dat we aan een afdeling stonden en dat er één patiënt was voor radio corona, maar dan stond dan bijvoorbeeld het volledige team ook klaar om mee te dansen. En dat was dan even een mooi teammoment. Zo was het ook soms omgekeerd dat een heel, dat het team in teamvergadering zat en dat dan net voor die leefgroep dan, dat dat goed was dat heel de leefgroep dan even kon meedoen. We hebben de focus eigenlijk nooit gelegd op de kwantiteit van hoeveel mensen bereiken we mee, maar meer op de kwaliteit van het moment. En dan kwamen we ook snel bij, zoals dat Sarah het ook mooi zegt, dat eigenlijk op een bepaald moment die verbinding zich eigenlijk vertaalde in, ja, tussen de afdelingen door. En we hebben hier een heel schoon domein in Sint-Jan. En dan mensen lopen rond en zwaaien al van vijf keer. Of ook op een andere dag de mensen die met elkaar aan het babbelen zijn van, ah, Radio Corona is wel de langs geweest. Ik heb gehoord dat Willy Sommer was van de week en vorige week was stage. Er werd terug een beetje gesproken, het werd terug een beetje de talk of the town. En mensen keken er zo naar uit en er was weer verbinding. Omdat een beetje te illustreren, heb ik hier twee filmpjes klaarstaan, waarbij dat je één filmpje ziet, eigenlijk aan de grens van ons domein, waarbij dat domein grenst aan een basisschool. En je ziet kort in het filmpje ook zelf de kinderen van de basisschool aan het hek staan, die ook aan het meedansen zijn. En dan het filmpje is bij onze dienst ouderenzorg, waar je ziet dat die mensen altijd klaar zaten, bij mooi weer in het zonneke, om uit te kijken naar dat mooi moment. Ik hoop dat jullie het geluid ook terugkrijgen, want ik heb het normaal gezien goed aangeduid. Wacht toch. Dus dat is het filmpje waarbij je ziet hoe dat er dan ook wel van genoten werd. En dan... Het tweede filmpje is omwille van herkenbaarheid toch een beetje overbericht gemaakt. Dat is de reden. Maar ik hoop dat jullie zich daar toch een beeld van kunnen volgen hoe dat we dan al die donderdagen hier rondgetrokken hebben. Radio Corona is dan ook, net zoals het virus, hier in het ziekenhuis beginnen muteren naar verschillende initiatieven. De mensen waren terug een beetje wakker, er gebeurt nog terug meer. Ik heb al een paar keer gezegd dat wij een ziekenhuis zijn dat toch wel inzet op overkoepelende initiatieven, activiteiten, waarbij dat er soms veel gebeurt op de grond hier. En dat was stilgevallen. Gelukkig tussen de golven door en zelfs tijdens de golven kwam een beetje vanuit Radio Corona een nieuwe werkgroep of een werkgroep, ja, corona-activiteiten. Of wat kunnen we doen? Hoe kunnen we met deze golf omgaan? Dat was ook afdelingsoverschrijdend. En daaruit kwam dan Jeruzalem dans, die we denk ik in veel ziekenhuizen wel gedanst hebben. Maar ook hier dus. Daar staat hier een schone foto van. Er is ook zelfs op een bepaald moment, ik had daarnet gesproken, ga ik eens een beetje teruggaan, want er is eigenlijk een schone foto van. Hier zie je een foto van een bezoekersdorp dat rond kerst is geïnstalleerd geweest, om dan toch ook dat bezoek weer mooi te krijgen en toch weer die connectie daar ook goed te maken over de afdelingen heen. Er is een Sinterklaasfeest geweest waarmee dat bij Radio Corona, dat we ons als Sinterklaas en Zwarte Piet verkleed hebben en ze toch zijn kunnen rondgaan. We hebben dat in de eerste golf, de tweede golf, de derde golf herhaald, met altijd maar meer aankleding en meer animo rond de kar. Om dan uiteindelijk te eindigen in een slotfeest, waarbij dat we niet meer moesten rondgaan met de kar, maar dat we ons in het midden van het plein konden zetten en dat de afdelingen dan naar ons kwamen. En dan eigenlijk wel nog in een bubbel gingen gaan zitten, zoals je ziet op de foto rechts. En dan verschillende tentjes, partytentjes, waar dan elke afdeling dan onder zat. Maar waar dat dan toch op veilige afstand kon genoten worden van toch een soort van buitenevenement met alle polonaises en dansjes van die. Op afstand natuurlijk. Nou, dat was een beetje onze presentatie rond Radio Corona. We hopen dat het jullie een beetje heeft kunnen inspireren. En als er nog vragen zijn, dan mag je ze gerust laten komen.